Het jaar 2023 nadert zijn einde en de blikken zijn gericht op het veelbelovende 2024. Voor Danny Christian is de anticipatie groot, vooral omdat hij weer vol enthousiasme uitkijkt naar het nieuwe jaar. Toch markeert 2023 een bijzondere periode voor de zanger, aangezien hij zijn vreugde in het zingen hervond. Na het overlijden van zijn vrouw leek zijn carrière tijdelijk op een laag pitje te staan, met weinig verschijningen op het podium. In een interview met Nieuwe Revue deelt Danny zijn gevoelens. Ik ben dankbaar dat ik weer onbevangen kan optreden. Zowel de periode van de coronapandemie als het verlies van mijn vrouw in december 2020 dwongen me tot bezinning. Ik heb de tijd genomen om dit verlies te verwerken. Danny heeft nooit verborgen dat hij het moeilijk had met het verlies van zijn vrouw Roswita. In de eerste periode na haar overlijden liet ik mijn tranen gewoon gaan. Als ik moest huilen, huilde ik. Het maakte me niet uit of dat in een winkel was of waar dan ook.